Jochli, deze rap verbaar, vereder in een verhaver, maar waar slaakt men al in bos, de weg zijn we dat wel gevraagd. Playa ze kullen zien, klop in Apollo, vriend, content als kleinste kind dat terug zijn nestje vindt. Come on en heeft dat pint, zingt met mekaar door weer een wind. Kleur nummer naam in rood, wit wat dat ons eeuwig bindt. Stot op laag geschreven, het zit zo diep onder het vuil. Nee, verhaast moet op te geven, gevul dat kende wel. Goedenavond, beste sportliefhebber, voor een nieuwe wedstrijd van Antwerp. Antwerp tegen Lierse is dat vandaag. En ik doe het vandaag niet alleen, naast mij zit Vincent Vierens. Ik zal beginnen met de opstelling van Antwerp in doel. Kurimbana van links naar rechts. Dom, Koolpaard, Bizet, Dazeleire. Het middenveld, NDI, Omolo en Dufair. En aanvallend zitten we met Limbombe, Heiremans en Dekkevi. Eigenlijk gewoon dezelfde elf als vorige week. Dat was aan Antwerpen. Kijken ook even naar de opstelling van Lierse. In doel staat daar Brondeel. Oude bekende Brondeel heeft nog een tijd bij Antwerp gekiept. Dan van links naar rechts in de verdediging Poelmans, Weuts, Buissens, Habaru, Gira. Het middenveld bestaat uit Sabir, Ankoma, Allah. En van voor zitten we met Masika en Tahiri op de flanken. En de spits Velikonja. De supporters die nog even applaudisseren voor het match-up voor Patrick Coats, liever die de aftrap geeft voor de wedstrijd, samen met zijn zoontje. Ja, die krijgt altijd de handen op elkaar. En dan stel ik voor dat we nu even zwijgen voor de minuutstilte. Indrukwekkende minuutstilte. Het is altijd mooi dat je zo'n stadion met zoveel supporters toch helemaal stil krijgt. Ja, dat is kippenvel. Ja, we zijn begonnen. Antwerp dat aan de partij begint. Matland op de bank zit, maar het gaat Heiremans worden. Draait de bal weg richting Bizet. Die kan er niet tussen. Het is Brondeel. Dekkevi die hem nog eens probeert te spelen. Maar die bal gaat net over en naast. Het was een listig baltje van Jurie Dekkevi. Lange bal richting Dekkevi. Het is geen buitenspel. Schiet en gaat die bal binnen. Nee, die gaat net naast. Dekkevi die de buitenspelval omzeilde. Net als de vorige actie. En dan de bal net niet in doel kan deviëren. En ongeveer een kwart van het stadion dacht dat de bal binnen was. Maar het bleek niet zo te zijn. Dat is altijd jammer. Centimeters. Meer zal het niet geweest zijn. Bizet naar Dazeleire. Naar Limbombe tegen Poelmans. En die geraakt erdoor hoor. Limbombe haalt daar de achterlijn, zet zijn lichaam. Poelmans die daar even neergaat. En daarna wel Limbombe aantikt. En dat is natuurlijk een overtreding. Het was een soort van revanche. Ja, grijp toch even naar de borst. Limbombe heeft daar een charge gekregen. Ja. Een serieuze charge, inderdaad. Dufair nu met de vrije trap. Heel hoog, heel ver richting NDI. Het wordt Dekkevi, die gaat schieten. Haar bal gaat weer naast. Bereikt er dan wel niet Dufair. En dan is het opletten voor de tegenaanval op rechts met Masika. Masika die aangelopen wordt door Dom. En die gaat een kaart krijgen. Ja, een gele kaart voor Joren Dom. Ik denk wel dat het terecht is. Ik vrees ervoor. Het was echt een doorgebroken speler. Weliswaar niet als laatste man, maar hij tikte hem wel echt aan. Dat was enige bedoeling hem te stoppen. Ja, het was een professionele fout. Zeker geen gemene, maar dat is gewoon een gele kaart. Daar kunnen we niets anders over zeggen. En dan krijgen we wel een vrije trap op een interessante plek voor Lierse. Bal gaat, wordt getrapt. Gaat goed. Wordt afgeweken op de muur. Ja, na die twee fases waar het had gekund, wordt het nu ook gevraagd bij fases waar het eigenlijk helemaal niet bij hoort. Maar dat is fijn. Nu wel de achterlijn gehaald. De voorzet komt. Limbombe, die komt maar. Die bal gaat net naast. Stallone Limbombe. Ik wist niet dat hij zo goed kon koppen. Dat was echt goed geknikt. Het had een fantastische goal kunnen zijn. Een unicum inderdaad. Het hoofd van Stallone Limbombe, stel je voor. Maar het mocht weer niet zijn. Net naast de paal. Dufair. Vindt daar niet meteen de vrije man. Voorzet komt richting Omolo. Op aan de bal. Heiremans afgeblokt. Gaat die bal er binnen? Nee! Gaat terug net naast. Ja, Poelmans die hard gewerkt heeft. Maar dan snakt. Naar de... Ja, ik kijk even, want Bimini die ondertussen afluit. Maar de supporters die niet tevreden zijn. Ja, want we zitten nog niet aan 45 minuten. Hij heeft een halve minuut te vroeg afgefloten. En dan krijgen we de eerste wissel van de partij. Het wordt Mikael Malsa die hierin komt. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar was inderdaad in de eerste helft
veel aanweziger dan in de tweede. Ja, had het moeilijk om echt het spel te bepalen. Maar Mikael Malsa, die heeft ook enkele goede invalbeurten achter de rug. Hier is hij meteen. En gaat meteen schieten, Malsa, maar de curve ontbrak in zijn schot. En dan Alag. Dit is even opletten, jongens. Tahiri op links. Vindt daar de 16, daar is het. Even kijken, Masika, maar Corimbana die redding brengt. En dan het schot uit de tweede lijn. En dan wordt daar wel redding gebracht. Was het die tweede keer Corimbana? Was het Kolpaard? Ik heb het niet gezien, maar het was wel nodig. Masika, wat een kans. En dan gaan we het gewoon zeggen. Het was de beste kans van de partij. Stond oog in oog met Corimbana, maar die bracht schitterend redding. Dufair nu. Bal wordt in het spel gebracht. Richting Dom. Dom brengt voor. Limbombe met de hak, maar dan terug Brondeel die ertussen zit. Het is onwaarschijnlijk. Hij wil er niet in. Hij wil er gewoon niet in. Dit was echt een heel erg goede mogelijkheid. Maar is het toch opletten met een man minder op het middenveld. Kijken wat het tactisch plan van David Gevaert zal worden. En nog een wissel bij Antwerpen. Dan is het inderdaad NDI die eruit gaat. Dat was te verwachten. Heeft een schitterende partij gespeeld. Aan hem zal het zeker niet gelegen hebben. Met op rechts Alag. En die gaat uithalen, gaat schieten. Corimbana lost hem. En het is een doelpunt. Het is 0-1 voor Lierse. Door de benen van Corimbana. Wat een flater van Corimbana. En dan was het Alag met het schot. Alag. Oh, oh, oh. En dit is een kleine ramp die hier gebeurt. Ongeloof druipt er vanaf bij de supporters. Drie bij minuten. Zijn ploegmaat. Laat de bal gewoon los. De bal die door zijn benen komt te rollen. Het is niet zo heel erg briljant uitgevoerd, maar het is gedaan. Het is gedaan. De wedstrijd is afgelopen. Lierse dat met 0-1 gaat winnen hier op de Bosuil. En het is werkelijk ongelooflijk wat we hier vandaag gezien hebben. De manier en dan waarop... jammer genoeg ongelooflijk op de verkeerde manier. De spelers die toch nog een ronde maken en dan toch wel het warme applaus mogen ontvangen, dat zal een deugd doen. Met Corimbana op kop trouwens, wat een sterke persoonlijkheid. Ja, zijn naam wordt gescandeerd, maar je ziet toch dat hij even moet bekomen. Fijne avond nog.